Alleen, we hebben een iets wat in een mini klein foutje gemaakt. Ja, we gingen er. En we hebben weer een nieuwe intro. De naam van degene die hem heeft gemaakt komt nu in beeld. En vul de bol in wat jullie ervan vinden. Dankjewel. Vlog, het is op dit moment donderdag 6 februari. En ik ben hier met Meike. Hallo lieve kijkertjes. Yes! Daar ben ik weer. Waar gaan we heen? Graven. En wat gaan we daar doen? Eten. We gaan met school, of nou met kinderen die meegaan naar Barcelona in maart, gaan we nu naar... Wat is dat nou? Wat is dit? Gaan we naar Fysiografen, want hun gaan ook mee naar Barcelona. En dan gaan we kennis maken met elkaar. We blijven daar ook lunchen en zo. En ja, we gaan ze leren kennen en hopelijk vrienden maken. Heb je er zin in? Nee. Dat dus. Maar we zitten nu in de auto. Ja. En al onze vrienden zitten ergens anders. Maar ja, we zitten in elk geval bij elkaar. Dus ja. Uit je mouw is. Dus dat eigenlijk. Tot zometeen. Nou jongens, we zijn net dus bij Graven geweest en het was best wel gezellig. Echt wel leuke mensen ontmoet en ja, ik heb er heel erg veel zin in Barcelona. Ik kon daar alleen niet echt veel, want het is gek chaos. En ik wist ook niet natuurlijk of het iedereen op beeld was zo. En mijn telefoon is bijna leeg en nu is het helemaal leeg. Maar ik ben nu dus bij Tina en ik ben even mijn moeder aan het opstaan. Ik ben alleen wel aan de laatste kant. Maar ik heb zo les, maar ik was zeg maar de tijd een beetje vergeten op school. Dus ik moest echt even heel erg haasten net. Maar? Nee. Maar we zijn, weet ik niet. Wat zei je eigenlijk? Ik zei de koningin. Oh, ik dacht dat ze zat over mij. Maar we gaan nu. Nu heb ik zo les van Sharona weer net vorige week. En ik hoop echt dat het net zo goed gaat. Oké, dit zag niet. Ik hoop echt dat het net zo goed gaat als vorige week. Want dan ben ik weer helemaal blij. Ja, ik kan niet filmen met één hand. En ik sta twee dingen gelijk. Ik was even te snel los aanmaken, het spijt me. Maar ja, tot zo meteen. Zo, dan gaan ze weer. Maar eigenlijk helemaal de. Gehaast. En we treffen het weer met het weer. Ja, maar kom maar. Hier, ze wordt gelijk wakker. Wel, kom maar. Goed zo. Die is ons wakker hoor, ze heeft gegalopeerd. Onderbeen op zijn plek houden.
Ja, dit is de moeilijke kant nu, hè. Dat vindt ze toch spannend. Nee, maar dit is de kant waar ze natuurlijk gevallen is. Ja, zijn bijna. Ja, ik zie het. Ja. Ik dacht het ook. Maar ze zijn wel. Ik ga dat bondje dan omgooien, wat jullie ook denken. Tira is aan het frikandellen. Ja, ze voelt denk ik dat jij ook een beetje bang bent. Ze loopt gewoon misbruik te maken en te clearen. Ze is gewoon teugels uit je handen aan het trekken. Kijk eens. Blijven ademhalen. Ik was laatste. Ja. Heeft het met een frikandel te maken? Nee. Oh. Wat dan? Berenbordje. Ah, heel goed. Berenbordje. Dat is wel een goed ritme. Ik wou zeggen, ik doe altijd kabouter spelen. Ja, dat moet je niet doen. Dat is te langzaam. Ga jij naar huis? Oké, zingen, Rio. Ik heb nog les. Zorg dat je die spanning weg laat gaan. Dat kan niet. Dit is goed. Zaterdag. Ja. Oh, zaterdag. Wil je nog een keer doen? Ja. Oké, vriend, ja, kom op. En je blijft weer een potje zingen, want weer een potje is goed. Juist, en dit. Ik heb een Alicia onderweg. Terug naar je baas. Ja, maar Alicia is maar in de nacht. Dat is ja. Juist, weer een potje in uitvallen met zijn nog sneller, joh. Ik ga je zingen, Rio? Nee, zing jij maar niet. Niet? Nee, doe maar niet. Ah, joh. Ik zeg net, die kinderen op mijn werk, die zijn gewoon zo af en toe. Juf, je hoeft niet mee te zingen. Nee, dat bedoel ik. Dat zeiden ze bij mij ook. Dat is gewoon kinderen. Ja, Ontspannen, Marie. Nee, jongens, ik kom niet. Godverdomme. Ik heb toen net gewoon komen van voor, maar ik geweld me helemaal om. Maar ik had dus les en het ging eigenlijk best wel goed. Vorige week ging het wel wat beter. Maar het ging ook wel goed. En je merkt wel echt, als ik dan gespannen word, dan wordt zij ook vervelend. Maar het ging eigenlijk wel heel goed, dus ik kan ook... Wat doe jij? Is het lekker? Lekker, hè, deur? Nou ja, ik hoop in elk geval dat jullie deze toch leuk vonden. Misschien hebben jullie er nog wat van. We kunnen misschien morgen ook nog een stukje filmen. Oh ja. Maar morgen zijn we ook hier. Maken we er gewoon een soort van grotendeels tieren van. Want ik moet morgen longeren. Ja. Ja? Ja. Dus tot straks tot dan. Nou jongens, het is nu vrijdag en ik ben weer bij Tira. En mijn moeder gaat er, nou ja, is er lekker aan het longeren. Want ik heb gisteren dus gereden. En dan vandaag logeren en dan morgen gaat denk Samira rijden of ze krijgt vrij. Ik denk dat Samira gaat rijden en zondag ga ik weer rijden. Dus ja, alleen het is wel best wel ja, koud, fris. Oké, jongens, ik ben even overgestapt van camera. Ik film nu met de camera van mijn moeder, want die van mij is leeg. Heb ik nou nooit.
Maar Tira is een lekker uit frikandellen. Tira, gehaktmolen! Nee hoor. Oh, nee, niet meer. Jongens, echt voor duidelijkheid, het is een grapje. Nou ja, nee. Oh, maar mama! Mama! Mama, dit is gewoon een moeilijke kant, hè? Ja. Hoe goed? Oh mijn god, is nog nooit gelukt. Ja! Goed zo, Ivy! Kussen? Nee, geen kussen. Goed zo, Tiertje. Goed zo, meis. Goed zo. Doe maar even lekker stappen. Ze doet het echt heel goed. Jij ook. Hi, nou we zijn nu onderweg naar huis. En mam, hoe ging het produceren? Ik film even mezelf, want het lukt niet. Ja, nou in het begin ging het op zich heel goed. Nou, op zich ging het gewoon echt super goed. Ik weet niet of je het gefilmd hebt, maar dat gaan we straks zien. Ja. Echt heel veel gehad aan de tips van Sandra. Echt perfect. Alleen we hebben een iets wat in een mini klein foutje gemaakt. Ja, we gingen er tussendoor belonen. En dat is ook zo met rijden. Als je dat bij Tira doet, dan denkt ze van, joehoe, weet je, I'm finished. And I go to everything to do wat niet mag. En nou ja. Nou, wat resulteerde in dat ik dus nog 20 minuten ruzie heb gehad met Tira. Nou, 20 minuten is overdreven, nou, maar wel echt lang. Echt wel lang. Dat als ik mijn tenen bij haar kont, richting haar kont wilde hebben, wat ik van Sandra heb geleerd, dan draaide ze zich weer om en dan stond ik weer met mijn tenen naar de neus. Nou, en zo dus continu. Ze wou ook een paar keer omhoog komen. Ja, ze wou een paar keer naar me toe komen en omhoog komen. Dus een soort van stijgertje maken. Toen ben ik met haar uiteindelijk, want ik moet en zal het goed afsluiten natuurlijk. Ja. Dus ze moest nog één keer in, ja, gewoon een rondje naar mij luisteren. Dus toen ben ik naast haar gaan lopen, zij in de hoefslag, ben ik steeds iets meer richting haar schouder gegaan. Toen heb ik een sprong naar achter genomen en gelijk een touw in mijn handen, pets op de reet. Nee, toen ging ze bokkend vandoor. Toen ging ze de bokkend vandoor en toen ging ze netjes op de hoefslag. Een rondje gegalopeerd. Gegalopeerd, gedraafd. En gestapt. En gestapt. En dat was dus het medicijn. Daarna gingen we nog een rondje om de sloot. En dat ging echt super goed. Ze schrok wel twee keer, wat ze normaal nooit doet. Maar het is wel heel raar, een hele rare pony is het ook af en toe. Ja, ze schrok van een meneer, die kwam achter een busje vandaan. Ja, maar ze zag hem er ook achter gaan. Ja. En ze schrok van een blaadje, denken we. Ja. Maar het was fucking dom dus. Maar het ging dus wel eigenlijk heel goed aan het begin. Maar we moesten gewoon niet meer tussendoor belonen, maar gewoon echt aan het eind. Maar ja, ik ben wel blij met het diertje. En nou ja, ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Abonneer op mijn kanaal en tot de volgende keer. Doeg!